allemaal. Jullie kennen het vast. Je hebt een fiets met schijfremmen en die remmen beginnen met piepen. Hoe kan je het oplossen en waar moet je op letten bij piepende remmen? Zoals jullie net konden horen, piepten mijn remmen enorm. Er zijn twee oorzaken waardoor de rem kan piepen. Of het zijn je remblokjes of het is je remschijf. Je kan het eventueel testen wanneer je twee verschillende wielen thuis hebt staan. Dan kan je het ene wiel erin zetten, piept hij dan niet, dan zit het natuurlijk in je schijf. Piepen de remmen bij beide wielen, dan weet je zeker dat je remmen piepen bij je blokjes. Om te beginnen doe ik altijd als eerste mijn schijf schoonmaken. Ik haal het wiel uit de fiets en ik haal de schijf van mijn wiel af. Heb je geen cassette sleutel waarmee je de schijf eventueel los kunt halen, laat deze dan gewoon zitten en je kan hem eventueel ook schoonmaken wanneer deze nog op het wiel zit. Wanneer de schijf van het wiel af is, maak deze eerst helemaal goed schoon. Ik ontvet mijn schijf helemaal. Ik laat hem eventjes in een badje liggen met kettingreiniger of ontvetter. Maak hem helemaal mooi schoon met een doekje. Pak altijd een schoon doekje. Daarna schuur ik eventjes mijn schijf op met korrel 200. Dit is redelijk ruw schuurpapier, maar dat mag wel, want er kan best wel wat vuil achterblijven in de schijf, dus je moet hem goed schoonmaken. Wanneer je alles goed opgeschuurd hebt, is het nog een keer van belang om de schijf weer in het badje te leggen van kettingreiniger of ontvetter. Wanneer je dit weer gedaan hebt, maak je ook alle groeven en gaatjes schoon van de schijf. Zo kan hier geen vuil achterblijven en weet je zeker dat de schijf mooi schoon is. Mijn remschijf is flink bekrast, zoals jullie kunnen zien. En dat hebben jullie misschien zelf ook naar het schuren. Maakt helemaal niks uit, dus de remschijf mag bekrast zijn. Hij moet helemaal schoongemaakt worden en het is belangrijk dat al het vet eraf is. Daarom moet je hem ook een beetje bekrassen, zodat al het vet eruit is. Wanneer je straks weer gaat remmen, wordt hij weer mooi schoon en dan gaan de krasjes uiteindelijk weer weg. Dit was de schijf schoonmaken. Nu gaan we door naar de remblokjes ontvetten of schoonmaken. Je moet natuurlijk de remblokjes weer uit de fiets halen. Je kan ze niet in de fiets laten zitten. Wanneer je de remblokjes uit de fiets gehaald hebt, houden wij ze meestal eventjes tegen de schuurband aan. Je kan ze zelf opschuren met een schuurpapiertje. Doe het weer met een 200 kool schuurpapier of zelfs wat zwaarder. Je mag de remblokjes helemaal goed schoonmaken en je mag het bovenste laagje er helemaal afschuren. Wanneer je dit gedaan hebt, leggen wij de remblokjes eventjes in een badje met kettingreiniger of ontvetter. Ik laat meestal de remblokjes een halve dag liggen, zo kan het vet er helemaal goed uittrekken. Want het vet zit helemaal in de remblokjes, kan het vet er niet zomaar uitkrijgen wanneer je de remblokjes 5 tot 10 minuten in de kettingreiniger of ontvetter laat liggen. Wanneer de remblokjes in de ontvetter of in de kettingreiniger hebben gezeten, haal ik ze er eventjes uit. Dit doe ik meestal na een dag, want dan weet je zeker dat alles goed ontvet is. Ik maak ze even schoon onder het water en hierna pak ik even wat handzeep, treft of een ander schoonmaakmiddel en dit doe ik op de remblokjes. Ik schuur de remblokjes hard tegen elkaar. Zo kan ik er zeker van zijn dat ik al het vet eruit schuur. En dan weet ik dat de remblokjes mooi schoon zijn om ze straks weer te kunnen monteren in mijn fiets. Wanneer ik dit gedaan heb, maak ik ze mooi schoon onder het water. Zo weet ik zeker dat al het zeep van mijn remblokjes af is. Je kan ze daarna nog eventueel tegen de schuurbank aanhouden of schoonmaken met een schuurpapiertje, maar dat is niet per se meer nodig. Voordat je de remblokjes weer terug gaat monteren in de remklauw, is het belangrijk dat je de remklauw ook goed schoonmaakt. Je zorgt dat al het vuil en al het olie van de remklauw verwijderd is, zodat de piep niet snel terug kan komen. Wanneer de remklauw helemaal schoongemaakt is met een schoon doekje en eventueel wat kettingreiniger, kan je de remblokjes weer terugmonteren
En weet je zeker dat het niet aan je remblokjes of aan je remklauw kan liggen. Zo, hier ben ik weer. Ik heb mijn remmen piepvrij gemaakt. Vergeet trouwens niet dat je je remblokjes goed schoon moet maken. Dat je je remschijf helemaal moet ontvetten en eventueel wat op moet schuren. Heb je geen kettingreiniger of ontvetter, kan je eventueel nog wasbenzine gebruiken om je remschijf schoon te maken. Daarnaast is het nog belangrijk dat je je remklauw helemaal schoonmaakt. Wanneer je alles schoongemaakt hebt en je gaat fietsen en je remmen piepen niet meer, heb je het goed gedaan. Blijf je remmen nog steeds piepen, is er misschien maar één oplossing en dat zijn nieuwe remblokjes. Want al het vet of al het vuil kruipt uiteindelijk in je remblokjes. Zorg dan wel dat je weer je schijf helemaal schoonmaakt, anders beginnen ze weer snel te piepen. Daarnaast is het belangrijk om te weten dat je remmen altijd kunnen piepen. Dat is natuurlijk niet leuk, maar schijfremmen zijn piepgevoelig. Luister bijvoorbeeld naar een koers op de weg of in het veld. De meeste remmen, die piepen gewoon. Dus kijk je naar de pros en luister goed naar hun remgedrag. Dan hoor je gelijk dat de remmen beginnen met piepen. Hier kunnen ze ook weinig aan doen. Slecht weer, de fietsen moeten snel onderhouden worden. En daardoor kan er snel wat vuil opkomen. De pros remmen daarnaast de remmen goed in. Met de koers wordt ook veel geremd. Maar dan nog kunnen de remmen piepen. Dus soms kun je er weinig aan doen. En is de enige oplossing nieuwe remblokjes. Ik hoop dat het allemaal duidelijk is. En uiteraard dat jullie remmen nu niet meer piepen. Vond je de video leuk? Geef dan vooral een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. En ik zie jullie weer de volgende keer.